Momenteel wordt eigenlijk door veel mensen naar de industrie gekeken als vervuilende, energieverslindende bedrijven die vooral de klimaatfactuur gepresenteerd moeten krijgen. Het lijkt bijna alsof dat de grootste bijdrage aan de klimaatverandering dat die te verwachten valt wanneer dat die bedrijven gewoon gaan sluiten of zwaar gaan betalen. Dus welke rol, mijn vraag is, welke rol ziet u zelf voor uw sector hierin om die klimaatverandering aan te pakken? Dank u, goede vraag, denk ik, om mee te starten. Nu, klimaat is een globale uitdaging. Ik denk dat dat een eerste belangrijke premisse is die we moeten aannemen. Dus om te zeggen van kijk, we gaan die industrie verplaatsen naar andere continenten waar misschien minder strenge milieuregels gelden, wel, dan gaan we dat probleem globaal niet oplossen. Dus ik denk dat we veel beter kunnen investeren hier in een industrie die hier sterk staat, meer bepaald dan de chemische industrie, die ik het beste ken, waar ik ook een aantal voorbeelden over kan geven. De chemie-industrie die de voorbije jaren er ook in geslaagd is, in 20 jaar tijd, de productie te verdubbelen en de CO2-uitstoot te halveren. Dus we doen het eigenlijk telkens maar energie-efficiënter, met veel minder energie, met veel minder afval, met veel minder uitstoot. Dus ik denk enerzijds onze productiefase is zeer belangrijk. Ik zeg niet dat we daar al zijn, we moeten daar verder werken naar nieuwe technologieën. Het capteren van CO2 zal daar een zeer belangrijk worden, CCS, CCU. Maar ik denk ook in onze producten natuurlijk die we maken. Producten die er uiteindelijk voor zorgen dat in ons dagelijks leven dat we minder energie gaan verbruiken. Denk aan de windmolens. Uiteindelijk worden die gemaakt vanuit plastics, kunststoffen vanuit de chemische industrie. Denk aan onze isolatiematerialen van onze woningen. Ik denk aan zoveel meer, onze lichtere wagens bijvoorbeeld. Dus we hebben ook heel veel toepassingen die we natuurlijk vandaag de dag al proberen te commercialiseren. Maar ik denk de beste garantie op een klimaat is een hele sterke industrie die we hier in Vlaanderen verder kunnen ontwikkelen. We hebben een heel sterk track record. We hebben de beste plants, de chemieplants in de wereld. Dus ik denk dat we er ook alle belang bij hebben om daarop verder op in te zetten en ervoor te zorgen dat we op die manier ook innovatie kunnen exporteren. En op die manier ook jobs, toegevoegde waarden in deze regio kunnen creëren. Mm-hmm. U vernoemde eventjes CCS en CCU. Moeilijke termen misschien voor de mensen die hier niet vertrouwd mee zijn. Dus carbon capture, usage en storage. Dus wat betekent dat heel concreet? Dat betekent het opvangen van koolstof en daar die ofwel opslaan ofwel daar iets nieuw mee doen. Kan u daar concrete voorbeelden over geven, bijvoorbeeld binnen uw sector? Wel, het is een technologie waar we sterk in geloven. Nu, natuurlijk, niemand heeft een glazen bol en kan voorspellen dat dit nu dé enige technologie is. Maar ik denk dat vele rapporten wel aanduiden dat er heel veel potentieel is. En voor ons is denk ik de CCU het ultieme. De CCS staat voor de CO2 gaan capteren. Hij komt vrij bij de productieprocessen. De S betekent dat je het gaat proberen te condenseren, comprimeren en onder de grond steken. Dat is natuurlijk een vorm om heel snel je CO2-uitstoot van je industrie te doen verminderen. Maar ik denk veel intelligenter zou natuurlijk zijn dat we die CO2 kunnen gebruiken als een waardevolle grondstof. Een grondstof die we dan als alternatieve grondstof kunnen inzetten voor nieuwe nuttige toepassingen te maken die in de levenscyclus weer CO2 gaan besparen. En daar is vandaag eigenlijk ook hier in Vlaanderen al een voorbeeld. We hebben het bedrijf Recticel, een Vlaams bedrijf, gevestigd in Wetteren, dat vandaag eigenlijk op basis van een Duits chemiebedrijf afname doet van uiteindelijk polyolen die gebaseerd zijn op CO2-captatie. En dat wordt nu ingezet voor schuimrubbers te maken voor matrassen. Dus het is vandaag al een realiteit. Het is natuurlijk nog in de kinderschoenen, we gaan daar nog heel veel innovatie voor moeten doen, maar ik denk dat dit wel de toekomst is. Dus als we daarin slagen, dan denk ik dat we het CO2-probleem van de industrie echt kunnen oplossen. Ja, inderdaad, en niet alleen binnen Vlaanderen, maar eigenlijk wereldwijd. Dan, hè, dat we die technologieën kunnen toepassen. Daarom zou het ook mooi zijn, als ik nog even mag, dat we daar in Vlaanderen ook de koploper in gaan zijn. We hebben hier een sterke chemische industrie. We hebben goede kennisinstellingen. Als we daar zeggen van kijk, we gaan nu volop inzetten op dat programma, wel, dan gaan we hier koploper zijn. Dan gaan we ook die technologie wereldwijd kunnen exporteren. Ja, en dat gaat natuurlijk alleen maar onze economie ten goede komen. Ja, zeker. Professor Inzee, ik zag u ook knikken. Kan u ook nog voorbeelden geven, misschien waar jullie ook mee bezig zijn, of de manier waarop u denkt dat onderzoek en innovatie ons kunnen helpen in die klimaatverandering aan te pakken? Wel, ik denk in de eerste instantie voor wat betreft de industrie dat er bijzonder veel opportuniteiten zijn om innovatief met de afvalstoffen zoals CO2 om te gaan. Zoals het is zeer goed bekend dat ArcelorMittal zeer grote hoeveelheden CO2 uitstoten. Maar er zijn nu meer en meer technologieën om die CO2 op te vangen. Zelfs het gebruik van biotechnologie, want sommige bacteriën
gebruiken CO2 en zetten dat om, iets dat we kunnen gebruiken voor de voeding zelf. Het is eigenlijk op een heel innovatieve manier kunnen we zeer veel helpen, denk ik. En ik denk ook wat zeer belangrijk is in feite, is om te denken in termen van een circulaire economie. Wat men in het Duits noemt verbund, eigenlijk in feite zeer bekend, waarbij men het eindproduct van een bepaalde chemisch proces gaat gebruiken, zoals u ook aangetoond hebt, als grondstof voor het volgende proces. Alles aan elkaar dus koppelen, ook het recycleren, zoals sommige Vlaamse bedrijven, Umicore, denk ik, op een schitterende wijze doen, om dat terug allemaal terug in de economie te brengen. En dat is misschien niet altijd competitief op dit moment met het winnen van grondstoffen enzovoort, maar ik denk dat we daar ook als de politiek zou daar kunnen incentive voor geven om dat wel degelijk ook te gaan promoten. En ik denk dat we daar een zeer belangrijke Vlaamse bijdrage kunnen leveren om de wereld op die manier een beetje beter te maken. Mm-hmm. Inderdaad. Misschien meneer Dubois, want u heeft ook al heel veel rond die circulaire economie. Professor Inzee raakte het eventjes aan. Die circulaire economie, inderdaad. Afval voor ons, ik weet, Mark de Mesmaker onder andere heeft daar in het Europees Parlement ook heel veel rond gedaan. Afval wordt op die manier een grondstof eigenlijk, hè? Ja, dus dat klopt inderdaad volledig. Hè. En dus, het punt is al aangehaald, bijvoorbeeld zonnepanelen, hè, en andere toestellen. Het wordt meer en meer één cyclus. Hè. Waar dat inderdaad eigenlijk het afval van één sector de waarde wordt van een andere sector. En om terug te komen een beetje op de vraag van wat is dan de rol van de industrie in die circulaire economie, dat is eigenlijk het aanbieden van oplossingen. Hè. Want technologie is goed, kennis is goed, maar moet worden omgezet tot concrete toepassingen. En ook concrete toepassingen dan ook een economische realiteit kunnen weerstaan. Er moet een vraag komen, zodanig dat de bedrijven die innoveren, dat ook eigenlijk naar de markt kunnen zetten. En dat is eigenlijk het concept van de circulaire economie, dat we eigenlijk de welvaart vergroten, maar wel degelijk op een meer circulaire manier, op een meer duurzame manier, waar we ook eigenlijk op lange termijn kunnen blijven vooruitgaan. Ja, inderdaad. Dank u wel. Het is zo dat we in aanloop van deze dag, dat we ook aan de mensen de kans gegeven hebben om ons vragen door te sturen. Wij hebben daar voor elk van de thema's die aan bod komen nu, hebben wij daar één vraag uit geselecteerd. En ik zou graag vragen aan de persoon die rond dit thema, dus de rol van technologie, een vraag had, om die nu te stellen. Normaal gezien bevindt hij zich hier in de zaal en zal hij nu de micro krijgen. Daar zit hij. Ja. Mijn vraag is of dat hopen op technologie voor alle problemen op te lossen niet eigenlijk is als hopen op een deus ex machina. Moeten we niet... Is ecorealisme van N-VA meer dan een uitstelgedrag? En hoe precies? Ja, heeft iedereen de vraag goed begrepen? Wie zou daar graag iets op antwoorden? Heer Beks, ja. Het is niet wachten op de toekomst, we zijn daar volop mee bezig. Daarnet wordt ook gezegd van circulaire economie, dat zit eigenlijk in het DNA van de chemie. Als ik kijk naar de installaties in Antwerpen, je hebt daar gigantische installaties staan. Dan heb je eigenlijk het afval van het ene is weer de grondstof voor het andere, dus dat doen we vandaag al. Natuurlijk, we gaan dat op grotere schaal moeten doen, we gaan een chemische recyclage moeten gaan doen. We gaan echt volop moeten gaan zien van ja, hoe kunnen we ook naar elektrificatie gaan van ons wagenpark, van onze industrie. Ja, we zijn daar vandaag mee bezig. Hè. Misschien toch ook een paar cijfers die ik eens wil aanhalen. We hebben nu de klimaatmarsen die we zien. En op zich maatschappelijk engagement van jonge mensen is goed. Maar het is een beetje een doemdenken, alsof we vandaag de dag nergens staan. Alsof we geen klimaatbeleid hebben gevoerd hier in Vlaanderen. We zijn Europees de koploper. Geen enkel ander continent in de wereld kent vandaag een systeem van Europese emissiehandel. Waar de industrie belast wordt, hè, door CO2-prijs te belasten. Op uiteindelijk de productie. Dat gebeurt nergens anders in de wereld. Dus we zijn daar al volop mee bezig. Europa is erin geslaagd sinds 1990, sinds het Kyoto-protocol, om de CO2-uitstoot in absolute termen te verminderen met 20%. Wat heeft de rest van de wereld gedaan? Plus 43%. Alleen China plus 350%. Dus we zijn daar vandaag mee bezig. Dus die technologie, die innovatie, die is al decennia lang bezig. En ik denk dat we daar ook absoluut ook, vertrouwen in moeten hebben dat we de komende jaren daar ook doorbraken gaan realiseren. Welke die exact zullen zijn, ja, dat kunnen we niet voorspellen. Hè. Technologie
innovatie, dat is ook een stukje risico nemen, maar uiteindelijk denk ik dat we wel alle belang bij hebben om daarin te geloven. We hebben die kennis, die competentie, we hebben goede bedrijven, we hebben goede kennisinstellingen. Laat ons daar nu volop aan werken. Het is dus geen deus ex machina, maar de realiteit al vandaag de dag. Hè. Ja, zeker, zeker. Ik zou gewoon even willen aanvullen, want het is op zich een relevante vraag. De technologie alleen is niet voldoende. Hè. Want als je kijkt in de afgelopen decennia, zoals Frank Beks net benadrukt, is er enorm veel vooruitgang geweest, zowel qua gebruik van materiaal als qua gebruik van energie. En toch zie je dat de totale massa aan energie en materiaal die we gebruiken gestegen zijn. Hè. Een van de problemen bijvoorbeeld is ook rebound. Hè. Dat is het klassiek verhaal. Onze energie wordt goedkoper, wordt gemakkelijker. Hè. Wij hebben ledlichtjes. Het gevolg is dat mensen gewoon hun licht laten branden. Hetzelfde met de woningen, worden die niet zuinig. Dus we warmen ook gewoon meer op. Dus technologie is echt een essentieel onderdeel, maar het zal niet volstaan om plots alle problemen op te lossen. Eigenlijk. Ja, dat is ook voor een stukje waar wij als partij vaak zeggen. Wij zeggen vaak, de goedkoopste kilowattuur is degene die we niet gebruiken. Dus vandaar dat wij ook als partij heel veel inzetten op energie-efficiëntie. Zo, ik denk dat we daarmee hebben aangetoond dat inderdaad technologie voor een stukje mee kan helpen in het aanpakken van die klimaatverandering. En dan stel ik voor dat we overgaan naar het tweede thema. En dat is de energiebevoorrading en de rol van kernenergie. En daarvoor kijken we weer eerst naar een filmpje. Doel 4, die vorige week pas heropgestart werd, die ligt opnieuw stil. Eigenlijk zitten we bijna heel de winter met een dreigend stroomtekort. Stroomtekorten, stijgende energieprijzen, kerncentrales open of toe. Elke winter voert Vlaanderen dezelfde discussie over zijn energiebevoorrading. De onzekerheid neemt toe. Onze bedrijven zitten met alsmaar meer vragen. Onze bedrijven zitten vooral met de vraag welke technologie zij moeten implementeren in hun bedrijf. Ze weten niet wat de toekomstige ontwikkelingen zijn. En maken zich natuurlijk zorgen, als ze een investering doen, is dat de juiste investering, enzovoort. Die investeringen hangen ook voor een groot stuk, of de ingrepen hangen af van de aard van hun activiteit. En ook uiteraard de tijdshorizon die zij in beschouwing nemen om die investering te doen. Het tweede probleem dat ze natuurlijk hebben is, hoe bereken je de economische return van die ingrepen die je dan gaat doen? En dat is niet altijd evident, omdat je met heel veel verschillende parameters moet rekening houden. Ook bij de gezinnen groeit de onzekerheid. Voor particulieren is het zo dat zij ook de vraag stellen, kijk, mijn verwarmingsketel is stuk, wat moet ik nu gaan doen? Moet ik investeren in een warmtepomp of een hoogrendements aardgasketel of nog iets anders? De N-VA heeft een klare visie op energie. Onze visie steunt op 3 pijlers. Zorg ervoor dat het licht aan blijft, dat dat betaalbaar kan en dat dat duurzaam kan. Wij willen weg van het dromerige, het idealistische van wat de groenen heel vaak naar voren schuiven. Wij willen ervoor zorgen dat we die klimaatdoelstelling, dat we daar de goede kant op gaan, dat we op vlak van CO2 de goede kant op gaan, dat we op vlak van uitstoot naar luchtvervuiling en dergelijke de goede kant op gaan. Maar dan wel met maatregelen die beredeneerd zijn, die wetenschappelijk onderbouwd zijn, waar dat er uiteindelijk de resultaten van zullen liggen. Geen verhaal dat we allemaal dromen van een betere wereld, en dat doen we ongetwijfeld allemaal, maar als het gaat over investeren in het bieden van zekerheid aan onze burgers, ja, dan hebben wij liever de wetenschappelijke toets dan het dromerige en het idealistische. Daar willen we absoluut niet in meegaan zonder dat we de cijfers op tafel hebben. Kernenergie is voor de N-VA geen taboe. Omdat je met CO2-uitstoot, zoals we vandaag zien bij bijvoorbeeld gascentrales en dergelijke meer, ja, kernenergie heeft dat probleem niet. Het staat mee in het rijtje van de zonnepanelen, windmolens en dergelijke meer. Dus ik denk dat we dat moeten gebruiken om op die manier onze klimaatdoelstellingen te halen. En een groot voordeel is dat met de huidige generatie van centrales, dat je dat ook op een betaalbare manier kan uitbouwen. Kernenergie is goed voor de helft van onze eigen elektriciteitsproductie. In 2025 moeten de kerncentrales dicht. Gaat het licht uit in 2025? Ja, gaat het licht uit in 2025? Met andere woorden, wat is nog de rol van kernenergie? We hebben een heel bevlogen spreker daar zo net over gehoord. Ik zou graag ook eens willen weten hoe de industrie zelf eigenlijk kijkt naar het debat rond kernenergie. En meneer Dubois, daarvoor kijk ik graag eerst naar jou.
Misschien eerst even terugkomen op de speech van Michael Schellenberger. Omdat er is verschillende keren, er zijn een aantal dingen die zeer duidelijk zijn. Hè. Dus ten eerste over kernenergie, dat is de polemiek daar rond is enorm. Hè. En dus eigenlijk in de psychologie is het inderdaad, hechten wij veel meer belang aan de risico's van iets dat spectaculair is. Hè. Omdat het dan concreet te maken, vliegen is supergevaarlijk, dat weet iedereen. In de statistieken is dat niet zo. Hè. Dus het grootste ongeval, hè, dus de torens, de Twin Towers in New York, er zijn natuurlijk een aantal mensen overleden, dat was eigenlijk een groot accident. Maar als je zou gaan kijken naar de statistieken, zijn er meer mensen overleden in 6 maanden nadien, omdat er minder gevlogen is. Hè. Mensen hebben enorme afstanden gedaan door te rijden met de auto en daar zijn eigenlijk veel meer doden gevallen. Hè. Dus hetzelfde geldt, vliegen is gevaarlijk. Voor degenen die met de auto zijn gekomen, de kans dat u een ongeluk had tussen uw thuis en hier was waarschijnlijk groter dan als u het vliegtuig instapte naar New York. Hè. Dus die focus op spectaculaire accidenten die is zeker aanwezig en dat vormt eigenlijk heel veel problemen om dat debat rationeel te hebben. Andere problemen eigenlijk voor die afweging, want Michael Schellenberger zei, ja, er zijn heel veel wetenschappelijke studies die duidelijk zijn. Wel, er zijn heel veel wetenschappelijke studies in beide richtingen. Hè. Of dat positief en negatief is. Een van de problemen is dat meestal als je een analyse maakt, dat je gaat naar een kostenbatenstudie. Hè. En je gaat kijken wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen. Maar je vergelijkt heel verschillende zaken. Hè. Je vergelijkt afval dat eigenlijk duizenden, miljoenen jaren eigenlijk blijft met CO2-voordelen die nu zijn, toch op zijn minst eigenlijk in de komende decennia. Dus daar zie je een enorm probleem. Plus je bekijkt ook afval met energie en dergelijke. Dus zo duidelijk is het plaatje eigenlijk niet. Het is echt eigenlijk een keuze en een afweging tussen verschillende voor- en nadelen. Nu, qua de concrete impact, ik denk vooral wat belangrijk is de timing. Hè? Want we hebben het hier over industriële installaties die gebouwd moeten worden. We spreken over 2025. Het was ook eigenlijk in een van de slides de termijn om een dergelijke industriële installatie, en dan zeker een nucleaire installatie, te bouwen. Eigenlijk hebben we het over 10 jaar. Hè. Dus de keuze al of niet voor kernenergie, ja, die moest eigenlijk gisteren vallen. Hè. Dus het is eigenlijk, ik denk dat dat nog het meest belangrijke is. Valt het licht uit? Ja, waarschijnlijk niet. Hè. Maar hoe vroeger dat er een definitieve keuze kan gemaakt worden, hoe beter en hoe structureler dat iedereen zich erop kan voorbereiden. Meneer Koenen, een van de argumenten die vaak aangehaald worden tegen kernenergie is het feit dat de investering in een hernieuwbare energie, dat zij die zouden vertragen. Wat is uw mening daarover? Ik denk dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Ik ben nu bezig met een reeks interviews met wetenschappers aan de Universiteit Gent. Als ik zie wat die mensen te vertellen hebben, dan merk je dat op allerlei terreinen vooruitgang geboekt wordt, eerst in de wetenschap. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je eerst kijkt naar waar staat de wetenschap. En er zijn enorm veel wetenschappers op heel veel verschillende terreinen bezig en die zetten continu stappen vooruit. Dat is ook een beetje een antwoord op de vraag die vandaar kwam. De wetenschap zet stappen vooruit en dat sijpelt langzaam door naar nieuwe technologieën die dan ook economisch haalbaar worden. Zo komen ze ook terecht in de industrie. Maar ik merk dat de samenleving drempels opwerpt. Doordat, helaas zoals Mike heeft aangetoond, de groene beweging heel succesvol geweest is in het bang maken van de mensen voor bepaalde technologieën. Dus de samenleving heeft rond kernenergie, maar ook bijvoorbeeld rond biotechnologie, enorm hoge hordes opgelegd die ervoor zorgen dat een aantal technologieën niet doorbreken. En het maatschappelijk debat, wat ik heel jammer vind, blijft gesloten in het idee van gedragsverandering moet het allemaal doen. Dus we verliezen enorm veel tijd, ook op dit moment, de debatten in de kranten. Dus het is fantastisch hoe actueel het debat is, want het zorgt ook dat we stappen vooruit moeten zetten, dat ook het denken van de mensen stappen vooruit gaat moeten zetten. Wat wil ik zeggen? Als de maatschappij blijft zitten in het idee van het gaat met gedragsverandering moeten gebeuren, dan gaat iedereen een enorme teleurstelling voor een enorme teleurstelling komen te staan. Ik heb dat zelf meegemaakt. Ik kom uit de donkergroene beweging. Ik had ook een aantal voorgeconcipieerde ideeën, zoals ja, kernenergie, daar is toch iedereen tegen. GGO's, daar is toch iedereen tegen. Maar ja, ik heb daar de helft van mijn leven eigenlijk op ingezet door verschillende organisaties te werken. En op een bepaald moment botste ik op het idee van die gedragsverandering, dat breekt niet door. We krijgen de mensen niet zo ver dat ze gaan leven zoals wij vinden dat ze moeten leven.
En ik kwam op een bepaald moment tot de conclusie dat eigenlijk eerder die gedragsverandering de deus ex machina is dan de technologische doorbraak. En om nu terug te komen aan mijn eerste punt, waar ik mee begonnen ben, die interviews met wetenschappers. Ik heb gesproken met mensen die bezig zijn met de ontwikkeling van betere composieten. In de eerste plaats voor bijvoorbeeld windmolens, die de wieken van de windmolens lichter moeten maken, sterker moeten maken. Bijvoorbeeld ook auto's lichter moeten maken, waardoor ze minder verbruiken. Al die technologieën gaan stappen vooruit zetten. En ook wat Mike gezegd heeft, ofwel zet je 3 kerncentrales bij en dan ben je er al. Maar de wind en zon waren ook niet weg op het einde van zijn grafiek. De wind en zon blijven voor de rest de wisselende vraag zorgen. Dus die hebben zeker daar een plaats. En ja, dat is het, denk ik. Ja, inderdaad. Ik denk dat u daar een terecht punt aan haalt. Wat dat wij als partij ook vaak zeggen, hè, dat we met een open vizier moeten kijken naar de toekomst zonder taboes, dus zonder bepaalde technologieën bij voorbaat te gaan uitsluiten. Hè. Trouwens, het feit dat hernieuwbare en nucleair dat die perfect hand in hand kunnen gaan, toont Zweden bijvoorbeeld. In Zweden de energievoorziening bestaat voor 50% uit hernieuwbare en 50% nucleair. Dus dat kan perfect samengaan. En het puntje dat u aanhaalt over die gedragsverandering, inderdaad, ik denk hier in Vlaanderen kunnen we dan nog zoveel ons gedrag gaan aanpassen, maar uiteindelijk, wij zijn voor 0,25% van de wereldwijde uitstoot verantwoordelijk. Dus het is belangrijk dat we ook oplossingen vinden voor die 99,75 andere procent in de wereld. Hè. Ik weet niet of er iemand anders van het panel... Ja, meneer Van Gompel. Ik ben dus wel nog een donkergroene, maar ik ga direct zeggen, ik ben niet tegen kernenergie. Maar ik wil wel, wij zijn zeer praktisch, ik vertegenwoordig Natuurpunt, wij zijn altijd zeer praktisch in onze doelstellingen. Ik wil u als voorbeeld de discussie geven die wij 20 jaar geleden aan de kust gevoerd hebben. En dat was toen men daar de aardgascentrale in Zeebrugge ingeplant heeft. Daar zijn enorme debatten aan vooraf gegaan. Er was eerst sprake van naar een kerncentrale te zetten. Dan was het een aardgascentrale. Toen bleek uit een aantal studies, er zijn ooit accidenten geweest met gastankers op 2 plaatsen, in Canada en Japan. En het besluit daaruit was dat aardgascontainers of boten, en waar dat ze aankomen, dat niet mocht binnen een straal van 50 kilometer van bebouwing. Nu, die Zeebrugge staat tussen Knokke-Blankenbergen en Brugge. Als daar, ik zeg niet dat het gebeurt, moest daar iets gebeuren, dan is dat dodelijk tot een straal van 15 kilometer. Waarom? Omdat door zo'n steekvlam 5 minuten lang alle zuurstof uit de lucht is. En een van die mensen die toen debatteerden, ik ben daar naartoe geweest in Zeebrugge, dus de mensen die daar aan de controlepanelen zitten, die zitten in een bunker 5 meter onder de grond. Kan ons niks gebeuren. Ja, het zal niet. Nu, ik bedoel maar, ik ben niet tegen kernenergie, maar waar gaan ze zetten? Vlaanderen is zo volgebouwd. Er zijn, hoe veilig dat ook is, volgens de vorige spreker, ik volg hem daar, dat was relevant, maar Vlaanderen staat vol en er zullen altijd veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Ja, momenteel pleiten wij als partij ook niet voor het bouwen van een nieuwe kerncentrale. Wij zeggen, laat minstens de 2 jongste kerncentrales 10 jaar langer open. En laat ons met een open vizier in de toekomst kijken naar technologieën. Dus we pleiten momenteel niet voor een nieuwe kerncentrale. Meneer Beks, u wou ook nog iets misschien toevoegen? Misschien ook een paar bedenkingen om ook even terug te gaan op het filmpje. Het gaat natuurlijk altijd over die 3 pijlers. Hè? Het gaat over betaalbaarheid, het gaat over bevoorradingszekerheid en duurzaamheid. En als we daar natuurlijk nu zeggen op korte termijn, want dat is wel echt heel kort, hè, dat is overmorgen, willen we die kerncentrales, hè, die laatste 2, ook nog dicht gaan doen. Ja, dan hebben we natuurlijk wel een probleem op die 3 fronten. Hè? De betaalbaarheid, ja, de prijzen zullen absoluut wellicht wel stijgen. Hebben we de cijfers gezien deze week in de krant, cijfers van de CREG. We gaan tot 900 miljoen euro per jaar betalen voor die gascentrales, die CO2 uitstoten. Dus we zijn CO2 aan het subsidiëren op dat moment. Ook op vlak van duurzaamheid geen goede zaak. En natuurlijk de bevoorradingszekerheid is in het gedrang. Want één element ontbreekt misschien nog wel in heel dat klimaatdebat. Het klimaatvraagstuk is eigenlijk een energievraagstuk.
Ik verklaar mij nader. We gaan de komende jaren alleen maar meer energie nodig hebben. Iedereen zet natuurlijk volop in op energiebesparing, energieefficiëntie. Dat moeten we absoluut doen. Gezinnen moeten dat doen, we kunnen dat doen in transport. Onze industrie is daar voorloper in, moeten we verder stappen zetten. Maar als we circulair willen gaan, als we meer chemische recyclage willen doen, als we CCU en CCS gaan doen, dan hebben we dus meer energie nodig. Dus de vraag zal zijn van waar komt die energie? Dus we gaan altijd een gezonde mix moeten hebben tussen hernieuwbaar, absoluut van overtuigd dat dit ook mee de toekomst is. Maar dan moeten we natuurlijk wel iets doen aan de opslag, die er vandaag niet is. Ook dat is weer innovatie. Een mix wellicht van kernenergie en een aantal gascentrales die wellicht zullen gebouwd worden. Maar alles abrupt gaan doen op enkele jaren tijd, dat denk ik dat eigenlijk niet realistisch is. Mm-hmm, dank u wel. Ook over dit thema hebben wij een vraag uit het publiek. Dus ik zou graag willen vragen aan personen om die vraag te stellen, alsjeblieft. We hebben net tijdens de presentatie een aantal feiten gezien over Fukushima en over Tsjernobyl. Zijn jullie het er allemaal mee eens dat kerncentrales veilig zijn? En wat doen we met kernafval vanuit jullie visie, vanuit jullie expertise? Is er iemand? Ja. Heeft u standpunt daarover over een stukje al, meneer Beks? Ja. Ja, ik ben geen specialist, dus dat laat ik over aan specialisten. We hebben daar het vank over, we hebben daar goede specialisten. Ik denk dat zij zich in alle onafhankelijkheid moeten uitspreken. Ik denk wat kernafval betreft, hebben we eigenlijk hier ook heel veel technologie aanwezig. Hè. Misschien wat onbekend, maar een parelende Kempen, het SCK in Mol, het Studiecentrum voor Kernenergie. Ja, daar hebben we dus een jarenlange expertise daar rond opgebouwd. En vandaag zijn die mensen daar bezig in Mol om te kijken hoe kunnen we de bergingstijd van kernafval, hoe kunnen we dat verkorten, verhalveren zelfs. Op dit moment zijn daar experimenten bezig. Ik denk ook een ander aspect van kernenergie dat nog niet, of van nucleaire technologie dat nog niet benadrukt is, is de medische toepassingen. We hebben het gezien, het kan ingezet worden richting energie, maar ook heel veel medische toepassingen. Wist u dat 25% van alle radioisotopen in de wereld, die ingezet worden voor kankerbehandeling, die komen uit Mol, die komen uit Vlaanderen. Dus dat zijn zaken die je denk natuurlijk ook moet zien. Het is niet alleen het energieverhaal, maar het gaat natuurlijk ook over hoe kunnen we ook nucleaire technologie inzetten voor zoveel andere sectoren in de wereld, zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg. Dus we moeten absoluut blijven investeren, denk ik, in die kennis in het SCK. Ook al sluiten we morgen die kerncentrales, het afval zal er toch zijn. Dus ik hoor nu sommige pleiten van we moeten die subsidies aan het SCK maar direct stopzetten. Nee, dat zou eigenlijk de kop in het zand steken zijn. Dat zou struisvogelpolitiek zijn. We moeten daarin blijven investeren en zorgen dat we ook door technologie, dat kernafval, uiteindelijk daar de impact, het risico kunnen gaan mitigeren. Ja, dank u wel. Dus eigenlijk ook op dat vlak die circulaire economie voor een stukje mee daaraan werken, inderdaad. Goed, dankjewel. Daarmee hebben we meteen ons thema over de energiebevoorrading afgesloten. En dan komen we nu naar ons volgende thema. En dat is onze voedselvoorziening, de garantie van onze voedselzekerheid en de rol van biotechnologie daarin. En daarvoor kijken we weer eerst naar een filmpje. De wereld telt bijna 8 miljard mensen. Tegen 2050 zijn we met 9,8 miljard. In 2100 met 11 miljard. Die moeten allemaal eten. Het grote probleem is eigenlijk door de stijgende wereldbevolking dat er steeds meer vraag is naar een hogere voedselproductie en landbouwproductie om die groeiende wereldbevolking in stand te houden. Het probleem is daarbij dat het areaal natuurlijk beperkt is. Dus dat de sleutel eigenlijk, de oplossing ligt hem eigenlijk om meer opbrengst te krijgen op minder oppervlakte. Biotechnologie is de wetenschappelijke zoektocht naar een grotere voedselopbrengst. De biotechnologie is een jonge, veelbelovende wetenschap die pijlsnel evolueert. Mijns inziens zien we op vlak van biotechnologie nu eigenlijk nog maar tip van de ijsberg. De technologieontwikkeling is enorm. Elke week, elke maand krijg je eigenlijk nieuwe technologieën die ons beter doen inzien hoe het leven, hoe een levend organisme in elkaar zit. En hoe we ook kunnen ingrijpen in bepaalde processen. Vlaanderen loopt trouwens voorop in de biotechnologie. Met Vlaanderen zijn we eigenlijk echt koploper in Europa en in de wereld op het vlak van biotechnologie. Ik spreek dan over de groene, de landbouwbiotechnologie en zowel voor geneeskunde als farma zijn we echt pioniers. De N-VA gelooft in de biotechnologie en wil dat Vlaanderen pionier blijft.
De vraag voor mij is niet, zullen we of zijn we in staat om voldoende voedsel te voorzien? Dat we zijn in staat, maar we moeten dat wel op een duurzame manier doen, met voldoende aandacht en bescherming voor milieu, volksgezondheid, biodiversiteit. N-VA staat absoluut voor evidence-based beleid, gebaseerd op wetenschap. Slaagt biotechnologie erin om iedereen eten te geven? Ja, professor Inzee, ik denk dat we hier automatisch bij u terechtkomen, als directeur van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Bij biotechnologie denken heel veel mensen in de eerste plaats aan GGO's natuurlijk, die een beetje voorgesteld worden als een soort Frankenstein-voedsel. Dus zijn GGO's eigenlijk, zijn die wel veilig? Well, laat mij bijzonder duidelijk zijn, GGO's zijn 100% veilig en iemand die het omgekeerde beweert, die is verkeerd geïnformeerd. Daar is geen enkel twijfel aan. Momenteel wordt dat zowat overal ter wereld gebruikt, behalve, zoals u weet, in Europa met uitzondering van Spanje. Wij telen GGO's op gigantische oppervlakten. Iedereen van u trouwens draagt momenteel ongetwijfeld iets van GGO's. Kleder bijvoorbeeld, het zijn allemaal GGO-katoen. Wij eten zeer veel GGO-afgeleide producten. Wij voeren massaal in Europa GGO's in. 2,8 biljoen ton soja alleen. En er is geen enkel twijfel over, we zijn ongeveer 5 triljoen maaltijden geëten. Je kunt dat dus ongeveer berekenen, dat is natuurlijk niet helemaal zuiver te berekenen, maar 5 triljoen maaltijden die de laatste 20 jaar geconsumeerd zijn met GGO's, zonder ook maar enig negatief impact voor de gezondheid van mens en dier. Dus we kunnen met GGO's een landbouw maken met minder pesticiden, we kunnen de opbrengst verhogen, we kunnen ze droogte-tolerant maken. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten zijn nu GGO-gewassen ingezet tegen de klimaatopwarming. Dus in 2014 zijn die geïntroduceerd, in 2015 is al 2% van het areaal. Nu in 2018 is het al 20% van het areaal, omdat het echt nodig is. En wij in Europa pleiten precies voor het omgekeerde. Wij willen terug naar bokrek, noem ik dat, terug naar 100 jaar terug. Men wil dus werkelijk niks meer doen om de landbouw efficiënt te maken. Men gaat grotere oppervlakten nodig hebben. En je moet realiseren dat bijvoorbeeld met de grote gewassen, tarwe, sinds de jaren 50 is de opbrengst per oppervlakte eenheid met een factor 5 verhoogd. Ook door onderzoek waarbij dat kennis, niet noodzakelijk GGO's, maar werden toegepast. In mais is dat 7 maal. Dus als we teruggaan naar landbouw, waarbij we dus echt een zeer inefficiënte productie gaan krijgen, een inefficiënte productie, gaan we een zeer groot areaal nodig hebben. Dat denk ik dat we echt niet kunnen dragen voor onze planeet. Onze bevolking is te sterk gegroeid. En we kunnen beter de vrijgekomen oppervlakte door efficiëntere productie, milieuvriendelijke productie gebruiken om daar bijvoorbeeld bossen, natuurgebied aan te leggen en op die manier eigenlijk ook CO2 te capteren en bij te dragen aan het verminderen van het klimaatprobleem. Ja, inderdaad. Ik denk inderdaad door dat gebruik van die biotechnologie dat we op een kleinere oppervlakte veel intensiever kunnen gaan verbouwen, waardoor dat we inderdaad meer natuur kunnen teruggeven aan de natuur, hè, meer grond kunnen teruggeven aan de natuur. Biotechnologie is natuurlijk meer dan enkel GGO's. Hè. Er zijn nog andere voorbeelden van biotechnologie. Ik weet niet of er nog... Er zijn ongelooflijk veel voorbeelden. Als jullie vanmorgen iets van kaas gegeten hebben, bijvoorbeeld, is dat gegarandeerd geproduceerd met producten van de biotechnologie. Je kunt om de melk te doen stremmen, bijvoorbeeld om kaas te maken, heb je vroeger gebruikt men de magen van kalveren, van jonge kalveren daarvoor. En dus nu heeft men dat product dat dus die stremming veroorzaakt, die je nodig hebt voor kaas te produceren, komt door biotechnologie. Een tal van medicijnen, insuline bijvoorbeeld, is allemaal product van biotechnologie. Ongeveer 50% van alle nieuwe medicijnen, ook de nieuwe antikankermedicijnen, zijn allemaal de producten van biotechnologie. Dus een bijzonder belangrijke technologie, denk ik, die kan ingezet worden om veel van de problemen voor onze maatschappij op te lossen. Mm-hmm. Meneer Koenen, ik zag u ook vaak knikken.
Ik moet ook meteen denken aan andere toepassingen. Vanuit mijn achtergrond, mijn verleden, ik werkte voor organisaties die het reduceren van pesticiden heel erg belangrijk vonden. Dat is ook belangrijk, dat is zeer nuttig. Maar als je dan biotechnologie afwijst, dan ontzeg je jezelf eigenlijk het beste instrument dat je daarvoor in huis hebt. Het gaat eigenlijk niet alleen over planten ziekteresistent maken, waardoor je geen pesticiden meer moet gebruiken, maar zelfs in dieren kun je stappen vooruit zetten, waardoor je je antibiotica gebruik naar beneden kunt halen. Dus het is enorm hoeveel dat er mogelijk is, en bijvoorbeeld ook met de nieuwe CRISPR-Cas-technologie. Maar doordat Europa nu ik herhaal hetzelfde als wat ik ervoor gezegd heb, deze eigenlijk krankzinnige wetgeving hanteert als het gaat over die technologie, staan we eigenlijk veel minder ver dan we hadden kunnen staan. En ik herinner me heel concreet een interview dat ik had met een van de wetenschappers aan de UGent, die zei van ja, we zoeken nu wel manieren om daar rond te gaan. Het kost dan wel langer. We gebruiken technologieën waardoor we geen GGO's gebruiken, maar toch aan veredeling kunnen doen. Dus planten en dieren zo kunnen laten ontwikkelen dat ze dan toch resistent worden. Maar ze moeten nu een grote omweg nemen. Als CRISPR niet zou beschouwd worden als een GGO op Europees niveau, dan zouden ze eigenlijk gewoon rechtdoor kunnen gaan in plaats van die omweg nemen. Mm. En ja, die wetenschapster waarmee ik sprak, die wilde het niet met die woorden zeggen, maar toen kwam er echt op neer dat als die drempel er niet was, dat we nu al gewoon veel verder hadden gestaan. Ja. En dat is echt wel spijtig. Ja, misschien voor de mensen die niet vertrouwd zijn met alle termen die hier vernoemd worden, CRISPR en al die andere zaken. Het is inderdaad zo, dat is genome modulation. Dat is eigenlijk ook een manier om gewassen, de genomen van de gewassen te mutileren. En het is zo dat inderdaad het Europees Hof van Justitie, ja, nee, dus om op een andere manier, dus door het wijzigen van het DNA van die planten, om die eigenlijk bestandig te maken tegen bijvoorbeeld lange droogtes, hoge neerslag enzovoort. En het is zo dat het probleem is dat het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat dat eigenlijk een GGO is. En het is zo, Mark zal dat zeker kunnen beamen, ik denk bijna elke plenaire sessie in Straatsburg die wij hebben, moeten wij gaan oordelen over het al of niet toelaten tot de Europese markt van een bepaalde GGO. Dat is dan altijd maar heel moeilijke formules dat daarop staat. En telkens wordt dat weggestemd in het Europese parlement. Dus inderdaad, daar zijn wij zeer, zeer, zeer conservatief. Wij zouden dat heel graag toelaten, maar de meerderheid, jammer genoeg, in het Europese parlement heeft daar nog die houdingen en door die uitspraak van het Hof van Justitie is dat natuurlijk, kunnen we daar niet in verder gaan, professor Inzee? Ja, misschien om een parallel te trekken, om de voorzitter, dus in Antwerpen, als je een huis wilt vinden, en je krijgt alleen een foto, je weet dat je dat huis moet binnengaan om iets beter te maken. Je krijgt alleen maar de foto, zonder kaart, zonder GPS enzovoort. Als je lang genoeg dagen rondrijdt in Antwerpen, gaat je vroeg of laat dat huis wel tegenkomen. En dat is ook wat klassieke plantenveredeling doet. Nu hebben we een GPS in huis. Een GPS die je heel precies in feite naar de plaats brengt die je moet wijzigen, waarbij dat je al je kennis die je opgedaan hebt, de laatste 30, 40 jaar, en dat is geweldig op wereldniveau, die GPS kunt je inzetten en daar naartoe gaan en de wijziging aanbrengen die finaal een beter, bijvoorbeeld ziekteresistente planten maakt. En dat is werkelijk ongelooflijk dat de Europese Unie, het European Court of Justice, dat nu eigenlijk gaat beschouwen als zijnde een, misschien het voorzorgsprincipe gaat gebruiken, want men weet maar nooit wat er zou kunnen gebeuren. En dat heeft men ook, zegt men ook voor kernenergie, dat zegt men ook voor GGO's, al vele, vele, vele jaren gebeurt er niks. Maar dat wordt in feite gebruikt om een soort van ideologie, terug naar Bokrijk, noem dat dan maar, te gaan promoten. En ik vind dat werkelijk voor de mensen in Europa, voor ons landbouw security, voor de voorziening, is dat bijzonder, bijzonder belangrijk, denk ik. Dat gewoon... Meneer Becks, u ook nog kort. Helemaal terecht wat professor Inzeer komt te zeggen. Ik denk dat ook de bakermat van de biotechnologie ligt hier in Gent. Hè. En u weet zeer goed als Gent, dat is verplicht om dat hier te kennen, denk ik. Het lijkt wel bijzonder jammer dat Europa daar zo toch wel de slingers een beetje beginnen door te slaan. Eigenlijk, hè. We hebben altijd dat moeilijke debat, het ethische debat tussen het innovatieprincipe en het voorzorgsprincipe. En ik denk dat we hier eigenlijk een foute keuze hebben gemaakt. Want het onderzoek gebeurt hier, maar de industriële toepassing die doen we wel elders in de wereld. En uiteindelijk voeren we dan massaal de GGO's in. Dus een beetje de wereld op zijn kop.
En we zien dat ook in andere debatten. We zien dat rond nanotechnologie. We zien dat eigenlijk ook, en ik durf hier te zeggen, in het midden, glyfosaat bijvoorbeeld. Iedereen zal zeggen, ja, kankerverwekkend. Daar zijn uitspraken van Europese instanties geweest. Onafhankelijke Europese instanties. Op een bepaald moment moeten we daar ook vertrouwen in hebben. Vertrouwen in de wetenschap. En uiteindelijk zeggen van, kijk, dit kan. En daar zijn we denk ik met Europa af en toe ja, de innovatieboot aan het missen. En dat is bijzonder jammer. Ja, inderdaad. Ook hier hebben we een vraag uit het publiek, dus de persoon die onze vraag was dan daar. Ja. De wereldbevolking neemt steeds toe. Anderzijds zien we ook in steeds meer landen kinderen die omkomen van honger door natuurrampen zoals extreme droogte en overstromingen. En wij vragen ons af of dat biotechnologie ook hier voor een oplossing kan zorgen. Ja, dank u wel, professor Inzee. Wel, ik denk dat het antwoord volmondig ja eigenlijk is. Ik denk dat veel van de problemen in Afrika beginnen met landbouw. Een landbouw die helemaal niet modern eigenlijk is. Er is zelfs dikwijls moeilijk om wat meststoffen die veel kunnen oplossen ter plaatse te brengen. Maar ook GGO's, als je geen planten meer moet bespuiten, geen pesticiden meer moet kopen om het gewenste effect te hebben. En het begint allemaal met landbouw. Hè. Met het feit dat we daar in vele streken, zeker in het Sahelgebied, bijzonder laagproductieve landbouw eigenlijk heeft, maakt dat je je kinderen moet aan het werk zetten om toch nog dat beetje dat je dat kunt oogsten, daar te verzamelen en voedsel voor je familie te hebben. Die kinderen die kunnen niet naar school gaan, met als gevolg dat ze dus in een soort van vicieuze cirkel terechtkomen van armoede. Armoede die je denken kunt doorbreken door bijvoorbeeld technologie ter plaatse te brengen. Een beetje meststoffen zou al bijzonder veel helpen. Moet ervoor geen biotechnologie zijn. En ik denk dat ook met zich mee gaat brengen dat je daar het onderwijsniveau gaat doorverhogen, dat mensen misschien ook wat kritischer gaan reageren op allemaal het dogmatische beïnvloedingsproces dat ze daar sommigen ondergaan en dat finaal ook Europa daar gaat mee van genieten. En dus, mm-hmm. Het is een beetje ook geassocieerd met de immigratiegolven die we gaan verwachten. Toch maar alles in zijn kader te plaatsen. Momenteel zijn er ongeveer, naar schatting, ongeveer 1 miljard mensen in Afrika. Het is de enige continent in de wereld waar de bevolkingsgroei nog spectaculair gaat stijgen tot meer dan 4 miljard ergens rond 2070. Dus dat is dus gigantisch. Hè? En dus, dat gaat ongetwijfeld heel wat druk, vooral op Europa, ook met zich mee gaan brengen. Ja, dus ik denk als mensen horen over biotechnologie, dat ze vaak enkel denken aan hoogtechnologische toepassingen in de landbouw, maar het kan dus echt in de primaire landbouw effectief toegepast worden. Hè. Wil er nog iemand anders uit het panel daar eventueel iets aan toevoegen? Nee, misschien gewoon een optimistische noot. Want de vraag begon met te zeggen dat er steeds meer kinderen honger hebben. Eigenlijk is het omgekeerde waar. Hè. Dus eender welk indicator dat je neemt, eigenlijk is de wereld er beter aan toe dan vroeger. Hè. Wat wel zo is, is natuurlijk dat er een soort van verscheidenheid is in economische ontwikkeling. En dat er ook meer mensen zijn. Hè, waardoor het wordt waarschijnlijk ook de communicatiestromen zijn beter. Hè. Maar dus op zich wil ik toch die positieve nota brengen. Hè, dat eigenlijk er op heel veel plekken ook gewoon veel verbetering is gekomen in het afgelopen jaar. Onder andere door technologie. Ja, dus ik denk het antwoord dat biotechnologie wel degelijk mee kan helpen in het garanderen van onze voedselvoorziening, dat ons antwoord daar duidelijk ja op is na dit gesprek. Dank je wel allemaal. Dan kunnen we nu overgaan naar ons laatste thema voor dit panelgesprek. En dat gaat over de rol van de natuur in het kader van de strijd tegen klimaatverandering en specifiek over klimaatadaptatie. En naar goede traditie eerst weer een filmpje. De aarde warmt op. De zeespiegel stijgt. We moeten ons voorbereiden op de gevolgen van die klimaatverandering. Die gevolgen zijn nu al voelbaar. Als we nu de meest recente klimaatscenario's zien, zien we toch extremen van 3 meter zeespiegelstijging tegen 2100. Op vandaag genomen in het masterplan moeten we toch op strategisch niveau denken van waar willen we de toekomstige kustlijn? Willen we alle maatregelen nemen op de huidige kust, op de zeedijken, op de stranden, of willen we verder in zee gaan? Vlaanderen werkt al jaren aan de verdediging van zijn kust. Als we kijken naar de kustverdediging, Vlaanderen is al lang bezig met kust te verdedigen, met zeewering te bouwen. Het
masterplan kustveiligheid houdt eigenlijk de bescherming van de Vlaamse kust in tegen een duizendjarige storm. We willen de ganse kust gaan verdedigen op eenzelfde niveau tegen de bedreiging vanuit zee. En vandaar dat er maatregelen uitgevoerd zijn, zoals de stormmuren in Wenduinen, zoals de stormvloedkering in Nieuwpoort die nu gebouwd wordt. Allemaal maatregelen die nodig zijn om de ganse kustlijn en het hinterland te gaan beschermen. Maar ook elders in ons land is er nood aan klimaatadaptatie. We weten dat we vandaag nog 6 hectare per dag open ruimte innemen in Vlaanderen. Dat moet naar nul in 2040. En we hebben ook meer natuur nodig. Bijvoorbeeld de poldergraslanden, historische graslanden, die houden niet alleen heel veel water vast, maar ook heel veel CO2. Zelfs als we hier in Vlaanderen alles doen wat moet, dan nog zullen we de gevolgen voelen van wat elders in de wereld gebeurt. Klimaatadaptatie. Hoe houden we Vlaanderen boven water? Ja, het was op een bepaald moment al een beetje storm aan zee, de wind in de microfoon. Meneer Van Gompel, kan onze natuur kan die een rol spelen in die klimaatverandering? Ik denk het wel. Ten eerste, onze natuurgebieden zijn zeer goede indicators voor problemen. En twee, ik denk dat zij een zeer krachtig wapen kunnen zijn in de oplossing. Nu, voor de eerste reactie op dat filmpje, die zeespiegelstijging, als je dat hoort, ja, we bewonen een dijk en dan is het opgelost, dat is dus niet zo. Binnen de dijk, in de polders en hogerop geeft dat evengoed problemen. Ik ga u een voorbeeld geven. In de polders krijgen we algemeen verzilting van het bodemwater. Waarom is dat? Er zijn periodes niet alleen van te veel water, er zijn vooral ook periodes van te weinig water. En als dat oppervlaktewater, dat altijd zoet is, want dat is neerslagwater, als dat verdwijnt, dan krijg je de zoute kwel. Dus het zeewater stijgt uit de bodem. In het reservaat, in de polderreservaten, een van de grootste ben ik zelf conservator, daar hebben wij vorige zomer, de boeren, hebben daar extra kosten moeten doen voor de aanvoer van drinkwater via leidingwater. En de meeste boeren, dat zijn er 70, hebben hun koeien gewoon moeten weghalen. Het water was niet meer drinkbaar. Dus dat zijn zeer concrete problemen en dat zal toenemen. Nu, Natuurpunt beheert in totaal 23.000 hectare. Dat zijn meer dan 250 reservaten verspreid over Vlaanderen. Dat zijn bossen, dat zijn graslanden, dat zijn beekvalleien, dat zijn plassen, dat is van alles. Een eigenschap van al die gebieden samen is dat ze eigenlijk een zeer goede klimaatbuffer vormen. En dan kom ik eigenlijk tot de ecosysteemdiensten. Dat is het positieve verhaal, maar ik ga daarna nog een stuk negatief verhaal geven als ik mag. Elk natuurgebied levert dus eigenlijk gratis diensten aan de bevolking. Wij moeten daar niet voor betalen. Dat is ten eerste bijvoorbeeld bos, maar ook grasland, die slaan allebei evenveel CO2 op. Nog een ecosysteemdienst, de waterkwaliteit. Rietvelden, kreken enzovoort, die zuiveren het water. Maar ze moeten er wel zijn. Als je in een poldergebied alle sloten gaat kanaliseren en je maakt er betonnen kanalen van, ja, dan gebeurt er geen waterzuivering. Dan moet het gewoon afvoeren naar een zuiveringsbedrijf. De opslag van water, dus bij overstromingen, is immens. Het is berekend, ook weer voor de Uitkerkse polder, dat gaat over 2 miljoen kubiek in geval van nood. Want het gaat dus niet over verdroging alleen, het gaat ook bij plotselinge sterke stijgingen, dat is bijvoorbeeld verhoogde regenval, zeer korte seizoenen, of eventueel in de toekomst zelfs overstromingen door de zee. Dan hebben die poldergebieden, en dat is ook in het binnenland, ik denk aan Kruibeke, daar is zo'n overstromingsgebied gecreëerd, dat ook direct een mooi natuurgebied is. Dat heeft dus zijn waarde. Meer toekomstgericht zelfs. En dan nog een laatste, er zijn er eigenlijk nog twee. Behoud van biodiversiteit. Er is de laatste tijd in de pers nogal veel te doen over de teloorgang van de insecten. Nu, er zijn daar Vlaamse berekeningen, bestaan daar ook over. Dat is van professor Meijer van de Universiteit van Antwerpen. Als je 20% van onze insectenfauna in Vlaanderen moet bewaren, dan moet je daarvoor eigenlijk 25% natuurgebied hebben.
23.000 hectare, dat lijkt zeer veel. Dat is hetgeen wij beheren van Natuurpunt. Dat is een VZW die gesubsidieerd wordt. Ik noem dat geen subsidie, ik noem dat een onkostenvergoeding voor hetgeen die duizenden vrijwilligers en ook de beroepsmensen daar presteren. De overheid, er zijn ook Vlaamse natuurreservaten, dat is ietsje minder. Dus die 23.000 van Natuurpunt, dat is gelijk aan 1,64%. En de Vlaamse reservaten, dat is 1,1%. Samen is dat minder dan 3%. Dat is het laagste van heel Europa. En dan kom ik nu eigenlijk aan het... Ik zou nog één dingetje moeten bijzeggen. Comprimeren, ja. Ja, wel, ik ga het comprimeren in een statement. Maar ik wil nog even zeggen dat onze reservaten, dat wij ook binnen Natuurpunt deelnemen aan recyclage eigenlijk. Om u één voorbeeld te geven, 50.000 ton nat gras per jaar worden door ons geleverd voor het maken van isolatiepanelen, papier, karton, dat soort dingen. Ik ga daar verder niet over in. Maar ik ga mijn statement maken. Hè. Ik ga u drie voorbeelden geven. Dat is geen statement, hè. Als wij in de politiek een statement krijgen, wij 20 seconden, hè. Dan moeten wij niet zeggen, ik ga drie dingen geven. Dus een nog 30 seconden. Ja, maar het is toch belangrijk om het te begrijpen. Kort en bondig, graag. Kort. Dan maakt het nog zo krachtig, De discussie over de historische graslanden. Het INBO, een overheidsinstelling, heeft daar een prachtige wetenschappelijke kaart van gemaakt. Dat is om een of andere reden, achteraf is daar 25% van uitgegomd. Eén voorbeeld. Tweede, het mestactieplan. Aan de hoeveelste zitten we al? Het zesde, verbetert? Nee. Want op een of andere manier is beslist dat de landbouwers persoonlijk niet meer verantwoordelijk zijn. Het verslechtert. Drie, onze bossen. De percentages die er daar straks zei van beheerde gebieden, weet je dat er in Vlaanderen nog altijd 60.000 hectare bos niet beschermd is. Waarom gebeurt dat niet? En dan ga ik mijn statement maken. Aan alle Belinslui die hier aanwezig zijn, alstublieft, het is een vraag, zorgt dat onze volgende minister van Leefmilieu autonoom minister van Leefmilieu is en niet meer een aanhangsel van het ministerie van de Boerenbond. Een duidelijk, een lange aanloop, maar een duidelijk statement. Dus misschien een paar dingen. Hè. Ik kan u al zeggen dat wij als N-VA ons geëngageerd hebben dat wij 10.000 hectare extra bos willen. We zijn ook met heel veel zaken bezig rond een hemelwaterplan. Ook groen-blauwe assen voor de mensen hier uit Gent. Heel concreet, wat zijn dat groen-blauwe assen? Groen-blauwe assen waarbij je groengebieden met elkaar gaat verbinden. Hier in Gent bijvoorbeeld stellen wij als N-VA voor Blaarmeerse, Bourgooie, Vinderhoutse bossen met elkaar verbinden. Dit eventjes terzijde voor de niet-Gentenaars. Maar inderdaad, er zijn heel veel uitdagingen. Misschien, meneer Koenen, heel kort. Denkt u zelf dat we voorbereid zijn op die klimaatverandering? Ja, dit is het thema waarin alles eigenlijk een beetje bij elkaar komt, wat we hiervoor besproken hebben. Ik denk, iedereen wil meer natuur, maar ons land heeft maar een bepaalde oppervlakte. Dus er is enorm veel strijd om het landgebruik. En een van de sterkste ideeën in het ecomodernisme, wat doorgecijpeld is naar het ecorealisme van de N-VA, is de ontkoppeling tussen landgebruik en de menselijke activiteit. En als je dus zegt van we willen voldoende voedsel produceren, dan gaan we biotechnologie en technologie moeten inzetten voor in de landbouw, zodat we op zo weinig mogelijk ruimte zoveel mogelijk voedsel kunnen produceren. Zo maken we land vrij voor natuur. Dat is een heel sterk idee en ik geloof daar nog altijd enorm in. Ik ben heel blij dus dat de N-VA zegt we willen zoveel hectare bos bij. Maar dat betekent wel, en ik heb het in de voorbije legislatuur gezien, het is heel moeilijk, dat zijn heel moeilijke knopen die doorgehakt moeten worden, want we zijn ook vrijheidslievend, we willen dat mensen kunnen doen wat ze willen. Maar dat betekent dat je echt rond de betonstop heel, echt knopen moet doorhakken, dat ruimtelijke ordening heel belangrijk wordt, dat je moet zeggen waar mensen niet meer kunnen bouwen.
Dus dat, als ik iets voor de volgende legislatuur zou vragen, dan is het, ja, ga echt wel een keer kijken naar die betonstop en hoe je dat gaat realiseren. Want dat is ook allemaal heel erg belangrijk voor die klimaatadaptatie. Mensen moeten gewoon niet meer in kwetsbare gebieden gaan wonen. Klimaatadaptatie voor mij, als ik zie dan direct aan vergroening ook van steden, want zoals je terecht hebt gezegd, groen, dat zorgt voor verkoeling, dat zorgt voor welzijn van de mensen, dat zorgt voor een belangrijk waterbeheer. Allee, ik wil niet al alles herhalen wat hij gezegd heeft, want eigenlijk klopt heel zijn verhaal. Maar ja, daar komt ook heel het idee van ecorealisme, als ik het dan mag een beetje gelijkstellen aan ecomodernisme, wel bij te kijken. En ik zou dan ook iedereen willen aanraden om het manifest waar dat Michael aan heeft meegeschreven, van een keer te lezen, want dan kun je ook de twee met elkaar vergelijken. En dan kun je ook zien van, oké, het is mooi dat een aantal principes nu doorgedrongen zijn tot het N-VA-programma, maar de volgende stap is dat het ook gerealiseerd wordt in beleid. Mm-hmm. Dank u wel. Mag ik kort eventjes aanvullen? Ja, ik zal proberen kort houden. Dus ik wil gewoon nog even terugkomen op de term klimaatadaptatie. Want klimaatadaptatie is iets heel pragmatisch. Hè? Dat betekent dat we accepteren dat er een opwarming is en we proberen ons daaraan aan te passen zo goed en zo kwaad als het kan. Nu, pragmatisme kan ook naar cynisme overgaan. Hè? Want als je gaat kijken in internationale literatuur en men neemt aan dat er een grote stijging van de waterspiegel bijvoorbeeld zou zijn, veel opwarming, ja, dan is eigenlijk de aanbeveling dat we gewoon allemaal verhuizen weg van de kustweg. Hè? En als we dat dan even toepassen op onze regio's, dan is het concreet de lage landen opgeven en allemaal verhuizen naar Brussel. Hè? Ja. Het zou wel het probleem van de verfransing van Brussel oplossen. Dus ik wil gewoon maar aangeven, dus klimaatadaptatie is pragmatisch, et cetera, maar dat moet hand in hand gaan met, in de mate van het mogelijk, de klimaatpreventie. Ja, inderdaad. En ik denk dat we ook hier, ik ben zeker trouwens, dat we ook hier een vraag uit het publiek hebben. Ja. Bij die adaptatie denk ik eigenlijk aan heel grootschalige zaken. Als jongere vind ik het eigenlijk belangrijk om te weten of dat we ook op kleine schaal iets kunnen doen. En of dat volgens u een verschil zou maken. En of dat slechts een druppel op de hete plaat is eigenlijk. Ja. Zijn er mensen? Ja, meneer Van Gompel. Het is heel eenvoudig. Veel kleintjes maken een groot. Vlaanderen is dicht bebouwd, maar overal in Vlaanderen, ik denk niet dat er momenteel nog één gemeente is waar er geen vrijwilligers bezig zijn met het creëren van natuur. Telt dat allemaal samen en je hebt inderdaad een groot gebied. Inderdaad. Iemand anders nog die daar iets aan wil toevoegen? Voilà, dan denk ik dat we ook geëindigd zijn met een goed statement. Hè. Vele kleintjes maken één groot. En hiermee hebben we meteen alle thema's behandeld die we tijdens dit gesprek wouden behandelen. Dus heel erg bedankt allemaal voor jullie input en jullie inzichten. Dank u wel.